Wat is het goed om hier vandaag met z'n allen te staan. Ik bedank de klimaatorganisaties die dit initiatief hebben genomen tot dit protest. Alle antiracismeactivisten die de afgelopen jaren met gevaar voor eigen leven de straat op zijn gegaan. En de klimaatactivisten die op dit moment in Utrecht actie voeren tegen de verbreding van de snelweg bij Amelisweert. De extreemrechtse dreiging en intimidatie gaat steeds verder. En dit mag niet onbeantwoord blijven. De afgelopen week alleen al zagen we hoe mede klimaatactivist Kautar werd aangevallen. Niet vanwege waar ze zelf voor staat, maar vanwege een geheime agenda die ze er als moslima op na zou houden. Het geweld tegen de activisten van KOZP neemt ieder jaar toe. Dit jaar vielen hooligans en antiracisten in Maastricht aan en zagen de organisatoren zich genoodzaakt het protest in Eindhoven af te lassen. En nadat de gevestigde politiek en media jarenlang een kritiekloos podium gaven aan Baudet, ligt al het antisemitisme en de nazi-sympathieën nu op straat. Natuurlijk, de chaos in die partij, de FVD, was de afgelopen weken vermakelijk. De beelden van de slotenmaker voor het kantoor van de partij, of alle backstabbing tussen verschillende leden van die partij, daar kan ik wel om lachen. Maar laten we een paar dingen niet vergeten. 1. Baudet is helemaal niet geradicaliseerd. Zijn nazi-gedachtegoed is al jaren bekend. En hij heeft de controle over de partij herwonnen, maar dit keer op een expliciet neofascistische basis. 2. Er is niets respectabels aan racisten zoals Eerdmans en Nanninga die nu proberen een straatje schoon te vegen. Jarenlang konden zij hun gif spuien, hun islamofobie, het antisemitisme, de systematische ontmenselijking van vluchtelingen. Delen en 3. Delen van de extreemrechtse agenda zijn ondertussen doodnormaal geworden. Jaarlijks sterven er duizenden vluchtelingen aan de grens van Fort Europa. En de VVD zet ook mensenrechtenverdragen bij het vuilnis en wil net als FVD de positie van rechters ondermijnen. 4. De extreemrechtse dreiging gaat veel verder dan politieke partijen in het parlement zoals FVD en PVV. Extreemrechts heeft een eigen infrastructuur van kranten, mediabedrijven en zelfs delen van de publieke omroep. Al maandenlang publiceert de Twitter-account Vizier op Links verdachtmakingen, adresgegevens van activisten en andere privé-informatie online. Maar het is de bredere extreemrechtse beweging die dit nazi-account versterkt en hun achterban ophitst. Op deze manier probeert extreemrechts antiracisme te criminaliseren en mensen van kleur en activisten het zwijgen op te leggen. Na jarenlange terreur van Sylvana Simons worden nu ook andere politici geïntimideerd of thuisbezocht. Deze fascistische intimidatie stopt niet vanzelf. Meer dan 100 organisaties steunen deze demonstratie. Maar waar zijn de linkse partijen of de vakbonden? Door zich niet uit te spreken tegen deze structurele extreemrechtse intimidatie, door telkens weer een beetje meer terrein prijs te geven, wordt het alleen maar erger. Racisme is een rot dat onze structuren steeds verder aantast. Het zet verschillende groepen tegen elkaar uit en het maakt het voor ons steeds lastiger om gezamenlijk in actie te komen tegen bezuinigingen of voor klimaatrechtvaardigheid. Maar extreemrechts vormt een bedreiging voor ons allemaal. Van hun normalisering van rassenleer, islamofobie of antisemitisme, tot de manier waarop ze vrouwen en LHBT'ers in het kerngezin proberen op te sluiten, van hun aanval op ouderen en mensen met een beperking, tot hun pogingen om de solidariteit binnen de vakbond met hun racisme kapot te maken. En natuurlijk vanwege hun structurele ontkenning van de klimaatcrisis. Maar laat deze bedreiging ook onze kracht zijn. Wij staan hier vandaag vanuit tal van organisaties. Wij hoeven het niet over alles eens te zijn om te zien dat extreem rechts een obstakel is in de strijd voor de wereld die we willen zien. Het is belangrijk daarom dat we solidair zijn met alle slachtoffers
tijdens deze intimidatiecampagnes. En dat we samen optrekken in de opbouw van een sterke antifascistische beweging. Een beweging die durft het beestje bij de naam te noemen en extreem rechts confronteert waar het de kop op steekt. Dat is waarom we vandaag zeggen, tot hier en niet verder. No pasarán.